1100 mensen in het district Para hebben vandaag een bereidsverklaring van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer ontvangen. Minister Dinota Voorswijk heeft de mensen gevraagd niet te speculeren met de grond of naar de notaris te stappen om hun perceel te verkopen, maar de grond nuttig te gebruiken. Ik vraag u om uw eigen ontwikkeling in uw eigen handen te nemen. Met dit zult u uw district in ontwikkeling brengen. De regering ondersteunt u daarom om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk uw beschikking of bereidsverklaring in handen krijgt. En ieder die nog niet in aanmerking is gekomen voor een stukje bouwkavel, wil ik vragen om zich online te registreren. Want vandaag zullen 1100 burgers die zich online hebben geregistreerd in aanmerking komen voor een bereidsverklaring. U gaat zich afvragen, 1100, maar ik zie zo weinig mensen hier. Het is zo dat de andere mensen volgende week opgeroepen zullen worden. Ze zullen hun namen via Facebook zien of ze zullen gebeld worden door het ministerie. De bewindsvrouw zegt verder dat er vandaag maar 200 mensen zijn opgeroepen, maar de rest binnenkort geïnformeerd zal worden via verschillende kanalen. Assembleevoorzitter Marinus B. heeft de mensen die in aanmerking zijn gekomen opgeroepen hun handen uit de mouwen te steken en de uitgegeven gebieden tot ontwikkeling te brengen. Laten we kijken om de basale ontsluiting te doen. Soms zie je een ondernemer in een gebied. Samen met de heren heeft mij vanaf olie. Ik kan dek de work om aan me. We beginnen met de basispassie. En brief me een moment dat passie met je als mensen aan de auto. We beginnen kap en grond op. We beginnen doen aan tinsani. Dat is ontwikkeling in je eigen handen nemen. En dan komt de regering met nutsvoorzieningen. Ja, faya, nanga, watra, telefoon. Dat we go vooruit. Dat je ontwikkeling. Want een herkondre moest faciliteren. En zij die actiever zijn, geloof me, ze komen eerder aan bod. En heeft die de na tweede lezing, Sangron en Pratija, dat betekent het districtcommissariaat Edouan Boemrogo, maar kan morgen. B heeft de districtscommissaris, resortraad en districtsraadsleden opgeroepen om het district tot ontwikkeling te helpen brengen middels hun inzet via hun werk. Hij merkte ook op dat Paranen zelf in eerste instantie hun district moeten ontwikkelen.